Lopendvuur.nl is een website waar we informatie proberen te geven aan bands over hoe je met internet meer kunt doen om je fans te bereiken. Je had 5 goede acts, waren allemaal heel goed. En die zijn met een team van 2 deskundigen, zeg maar, zijn die om tafel gaan zitten. En hebben een businessplan voorbereid wat zo net is gepresenteerd aan andere deskundigen. Die hebben daar vervolgens ook een gereflecteerd advies gegeven. En met het als doel dat, zeg maar die presentatie van die bands, die gaan het over een maand doen bij Sony BMG in Hilversum. Dat dat een zo goed mogelijke presentatie wordt. En uiteindelijk dat Sony daar één van kiest om daar geld aan te gaan steken. Er komt nu een lokale afdeling die zich helemaal gaat bezighouden met nieuwe bands en nieuwe acts. Waarvan de winnaar van Lopend Vuur er eentje gaat worden in ieder geval. Omdat we het wel een heel leuk initiatief vonden van Art en Lee van Lopend Vuur. Het is ook weer eens een andere invalshoek hoe er wordt gekeken en hoe ook bandjes zich moeten presenteren. Omdat het een unieke kans is om met label Sony in zee te gaan op partnership basis. Omdat wij zelf vinden dat we goed zijn in het maken van de muziek die we maken. Dat wij ontzettend veel kansen zagen in wat deze pitch kan brengen, zeg maar. Om dat platencontact natuurlijk. Omdat we geselecteerd zijn. We hebben gewoon een hele leuke middag gehad met onze 2 experts. Goed, denk ik. Het was heftig. Heel goed. We hebben een ontzettend goed plan bedacht, vinden we zelf. Nou, dat was pittig, kan ik je vertellen. Ik had het toch wat, misschien toch wat te makkelijk over gedacht. Ja, verwachting. Ja, ik wacht een beetje af. Ik kan het moeilijk zeggen. Nou, ik vind kijk, het niveau van de ideeën, dat zegt nog niks over de bandjes, hè? Want de bandjes maken muziek en die worden beoordeeld op wat ze op een podium doen. En als je dan vandaag in gesprek gaat met over hun ideeën en wat ze nou eigenlijk willen, wat ze nou willen bereiken en wat een mogelijke investeerder nou van ze terugverlangt, dat soort vragen, dat wordt af en toe met pijn beantwoord. Vanwege gebrek aan kennis gewoon. Het was heel erg wisselend. Sommige, wat je ziet vooral eigenlijk is, aan het einde is, kunnen mensen goed presenteren. Dat is eigenlijk wat je vanavond ziet, hebben ze wel idee. Er zaten 2 hele goede bij, 1 aardige, 2 die nog een maand de tijd hebben om er echt aan te werken. Dus het niveau was toch wel al verschillend. Ik vond, er zaten een aantal hele leuke ideeën bij. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik van muzikanten had verwacht dat ze zichzelf wat meer en beter zouden kunnen presenteren. Ze staan ook regelmatig op het podium. Dat vond ik wat teken van, maar er zaten een aantal hele leuke ideeën bij. Waarom denken we dat we kans maken om te winnen? Omdat we alle, zeg maar, facetten die een band nodig heeft, die succes wil hebben, wel in de band hebben zitten. Omdat wij, denk ik, een vernieuwende manier van marketing van popmuziek in gedachten hebben. Omdat wij een plan hebben bedacht wat ontzettend revolutionair is, wat nog nooit is gedaan. Ja, het is een beetje alles of niets verhaal. Dus ik wil ook maar wat in de rond. Eigenlijk. Ja, kans om te winnen. Wat er natuurlijk bij komt is dat een heleboel bandjes meer en meer, en dat is echt een ontwikkeling van de laatste 10 jaar, dat een heleboel bandjes realiseren dat je ook van muziek maken je werk kunt maken. En mits goed gepland, mits goed over nagedacht, dan zou je ook best eens tot aan je pensioen hier een beroep van kunnen maken. En dat is wat er in deze tijd heel erg in de lucht hangt.